In de tumultueuze wereld van reality-tv lijkt Deveni Soda, 28, geen onbekende te zijn, met opmerkelijke optredens in zowel echte meisjes in de jungle als merit at first sight, match or mistake. Terwijl ze haar avonturen in de Surinaamse jungle deelt, blikt Deveni terug op haar bewogen huwelijk met Feyas in het eerder genoemde huwelijksprogramma. Al vanaf het huwelijksfeest ontvouwen zich de eerste scheurtjes in hun relatie. Deveni onthult dat Feyas al op dat moment interesse toonde in haar vriendin wat later tot haar afgrijzen duidelijk werd. Hij is gewoon idioot, verklaart ze resoluut, eraan toevoegend dat ze alle contact met hem verbroken heeft. De problemen lijken zich op te stapelen wanneer Feyers ook op het vliegveld zijn blik op een andere vrouw, Roxy, laat vallen, ondanks dat ze met een ander trouwt. Opvallend is het verzoek van Feyers om mild te zijn tijdens de opnames. Hij vroeg aan mij, wil je me sparen op de camera, niet te veel gemene dingen zeggen, ondanks hoe ik je behandel, onthult de venie. Ondanks haar bereidheid om dit te accepteren, blijkt Feyas zijn belofte niet na te komen. Tijdens de sessies met de experts spreekt hij lovend over Deveny, wat volgens haar pure onwaarheden zijn. Dit zorgt voor diepe verontwaardiging bij Deveny, die zich afvraagt of ze wel gemaakt is voor de harde wereld van reality-tv. De conclusie trekt ze niet alleen uit haar botsingen met Feyas, maar ook uit de eerder verhitte confrontatie met Vanke Louise in Echte Meisjes in de Jungle. Ze suggereert dat ze misschien te veel bezig is met het beschermen van mensen, wat haar kwetsbaar maakt voor de wendingen van reality-shows. Je neemt mensen te veel in bescherming, dat is het, besluit ze. In de recente aflevering van Realitea, waarin de Venie wordt vergezeld door voormalig artsrivale Michela Cox, worden ongetwijfeld meer sappige details onthuld over de Venies avonturen in de wereld van reality-tv. Het lijkt erop dat haar reis nog lang niet ten einde is, en de kijkers kunnen zich opmaken voor meer intrigerende wendingen en spraakmakende onthullingen.